Ja, terwijl mijn zusje hier de neus aan snuiten en zegt, welkom bij deze nieuwe video. Ja, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het nieuwjaarsdag in Rotterdam. We gaan naar de dierentuin, Blijdorp. Kijken of daar wat te doen is, want voor de rest zal het ook niet veel open zijn op nieuwjaarsdag. Welkom bij de vlog. Ja, en dit keer ga ik de overgang echt niet vergeten. Ja, D en E rijden op dezelfde lijn, maar we moeten overstappen, want deze gaan niet naar Blijdorp, maar de E wel. Dus op naar Blijdorp dierentuin. Derde metro, terwijl we maar twee nodig hadden, maar goed. Rotterdam Centraal. De metro dan, niet de trein. Vorig jaar hebben we trouwens ook eens een keer dierentuin gedaan. Dat was het in Antwerpen vandaag, dus Rotterdam. Het is wel leuk dat je onderaf naar de metro zo'n dierafdeling hebt, zoals deze hier. Die redden hem in de stoep zitten, daar en verder terug waar het ook. Het is wel even slopen van de metro naar de dierentuin, denk ik, want stond diervaarde Blijdorp naar rechts. Maar ik denk dat het daar bij die bomen is, maar we zullen wel zien. Wel een kerkje daar. Gelukkig is het vliegveld niet zo ver weg. De rails zijn hier ook al een beetje goudkleurig en de lantaarnpalen, of de stoplichtpalen, zijn hier ook weer een leuk themaatje. Gezellig. Nou, zonder de dierentuin al binnen te geweest zijn, kunnen we de eerste diertjes spotten. Wat gezellig. Nu nog de ingang spotten. Lukt het of niet? Voor mij mag je hier blijven, hoor. Zonder jou is het ook wel leuk. Ik zit niet vast, toch? Nou, toch wel leuk. Het is hier wel lekker rustig in Blijdorp vandaag. Ik vind dat niet zo heel erg, want drukte is ook niet echt prettig. Maar wat wel prettig is, is dat we daar een diertje hebben gespot. Een aap. Nice. Ik ga inzoomen, maar dat ga je waarschijnlijk wel horen. Zo. Nou, nice. Gelukkig is het vandaag ook niet zo heel koud. We gaan wat diertjes spotten en dan wat drinken, maar daar is nog wat vroeg voor. In ieder geval, gelukkig is het vandaag niet zo heel erg koud. Wij gaan even door naar wat volgende dieren. Let's go. In mijn vorige vlog was ik ook stuntkabouter tegengekomen. Ik vind het nog altijd jammer dat ik hem niet heb aangesproken. Maar goed, kan gebeuren. Hé, hey, de trein daar in de verte. Vandaag geen Acid merch aan, maar bankzitters merch. De muizen die lopen hier gewoon over de grond. Mijn zusje zei dat het een zebra was, maar het is een okapi. Ja, dat is inderdaad geen zebra, maar ik snap dat ze door die strepen dacht dat het wel zo is. Maar goed. Nou, de okapi's zijn pas ontdekt in 1901. Of officieel beschreven. En de eerste okapi en een zoo was in Antwerpen in 1919. En de Antwerpse zoo zet ook een project op. De temperatuur op zich is niet zo heel koud, maar de wind maakt het gewoon heel erg koud. En kut. Maar maakt niet uit. Ja, stokstaartjes zijn toch wel een van mijn favoriete dieren. Ik hoop straks ook nog de leeuwen te zien. Dat zijn ook hele mooie dieren. En voor de rest, ja, elk dier bekijken is wel leuk. Krokodillen bijvoorbeeld is ook wel nice. Slangen heb ik wat minder mee, maar goed. Neem hem ook mee. We zitten hier ook bij een druk spoorwegknopen, denk ik. Want zo rijden treinen. En dan ook nog eentje die zo een beetje hoger komt. Gezellig. Spot de schildpad, ik zie hem nu. Papa, die vogel.
Nou, de eerste krokodil is gespot. De tweede ook. En de derde. Terwijl hier een schildpad rondkijkt. Hebben we hier weer een krokodil. En hier nog één. Er zit er al een heleboel. Dat was weer leuk. Op naar de volgende. Ja, ik moet iets meer durven gaan filmen, want soms praat ik echt wartaal als ik mezelf film. Maar goed, op naar het volgende gedeelte, denk ik. Krokodillenrivier hebben we net gedaan. Nice. Dit is blijkbaar een penseelzwijn. Oh, je hoort me ook ofzo. Hallo. Oh, heeft er geen zin in. Ook hier met de rug maar toe. Ja. Kwam er één naar buiten, die zag mij en die ging weer terug. Ik wou nog een foto maken met mijn telefoon van de stokstaartjes. Maar ze willen niet, ze kijken mij aan van binnen, maar ze komen niet naar buiten. We gaan een prachtige safari toch maken op zoek naar... Ik zag een leeuw en dan opeens... Impala's. Die zien dit, we al wie weet ook een tempo. Fuck. Ja, dat beeld gaat ook niet echt helemaal geweldig. Je ziet echt hele flikkeren lopen met groene kleuren, rode kleuren, blauwe kleuren. Anders verjaag je ze. Terug naar buiten. Oeh, dat is wel nice. Souvenirshopje. Al zijn al die cafés hier in Blijdorp wel een beetje dicht ofzo. Dat is heel raar. Dus zo, je kan ergens iets drinken, want alles is dicht. Ik hoop dat we straks wel iets open vinden. En daar kan je onder de sporen door, ook leuk. Dat was zo. Het is hier zo vochtig dat mijn camera zelfs beslaat. Geweldig dit. Het is hier ook heel erg warm en heel erg vochtig. En dat vochtigheid, ja, dat is niet zo lekker. Maar mijn camera beslaat helemaal. Kijk, een ijsbeer. Maar hij is niet slecht voor hem. Nee. Zal vast wel ergens ijs zijn voor hem. Een ijsbeer heeft niet altijd ijs nodig, denk ik, hoop ik. Polar bear. Nice. Oh, hij rent weer weg. Hij heeft jou gezien en hij dit weg. Oh. Valt daar iets te zien, Margarita? Ja. Pardon. Oh ja. Helemaal niks. Dus. Kijk, kijk. Daar is weer een andere uitgang. We zoeken nog een plekje om te drinken, maar bijna alles is dicht. Maar wel nog een souvenirshop. En daar een hotel van der Valk bij een dierentuin. Geweldig. Lijkt precies alsof jij aan het roepen bent. Is dat een zeehond? Zeeleeuw, denk ik. Zeehond. Nee, dit is een zeehond. Oh, ik weet niet wat het verschil is, maar goed. Deze hebben een goede schoen. Dat is een geel. Lijkt wel een beetje op jou, hè? Of die wil je opeten. Ja, dat is een mooie thumbnail. Papa, de voer is voor mijn lager. Of toch niet? De haai. En de haai zwanger is blij. De haai zwanger is? Kan het? Ja, tuurlijk. Toch? Hoe wordt het zwanger?
Geen idee. Margarita? Ja? Jij bent de kwal. Hier achter je hoofd nog te doen. Nee, ze snappen niet. Nee, jawel. Maar hebben jullie ooit aangeraakt? Of ja? Dit nee, denk ik. Ik weet niet. Bij de Noordzee zijn er zo vaak, maar... Volgens mij hebben ze geen hersenen, geen skelet. Maar zoiets. Hoe leven ze dan? Nou, het enige dat we nog niet hebben gehad is Azië. Nou, geen enkele olifant hier. Olifanten kijken. Maar er is geen olifant. Gezellig. Nou ja, het Aziatisch gedeelte hebben we niet volledig gezien. Maar goed, maakt niet uit. Zal het de volgende keer. Dan gaan we de volgende keer eerst naar het Aziatisch gedeelte. Nu terug naar de stad. Geen idee wat we nog gaan doen. We zullen het zien. Er zijn wel super veel Russen hier in Rotterdam. Man. Ik hoor de hele tijd Russisch om me heen. Er is nu ook een heel tapijt wat hier ligt. Nice. Het is wel lekker om over te lopen, maar wij gaan nu richting de bioscoop. Paté. Japanse rijstrein. Dit is dan weer Koreaanse rijstrein. We hebben gedronken in die Nova, dat daar zit, dining en lounge bar. Heel erg leuk, heel erg lekker. Japanse rijstwijn gedronken en Koreaanse rijstwijn gedronken. Ja, dat heet wel als je zo'n hele fles op hebt. Ja, het is een glas black labeled Japanse wijn. En dan, mijn moeder die wou haar Koreaanse rijstwijn niet volledig leeg drinken. Ze had een hele flesje gekregen van 35 centiliter in shotglaasjes. Er is een shot glas erbij, dus dat telt aardig op. Maar goed, op naar de film. Erik! Mijn persoonlijke recensie van de film, die komt er nog aan. Maar we gaan terug naar het plekje waar we gedronken hadden toen. Gaan we sushi eten. Toch geen pokeball, maar sushi. Ook lekker. Maar het regent, dus ik ga mijn camera uitdoen en let's go. Cheesecake en ook Japans ijs. Toch, Margarita? Oh! Heel enthousiast. Een eetbaar potje, Margarita. Nou, ja, ik zou toch? Ja. Daar zaten wij daarnet. Nou, de route langs het Pim Fortuyn standbeeld wordt ondertussen een vaste route. Ik moet zeggen dat Japans-Koreaans restaurant vond ik echt geweldig. Dat was zeker het aanraden waard. Japans-Koreaanse wijn, maar ook het eten. Het was allemaal zo'n deelmenu dat je moet delen met elkaar. En ja, ik vond het heel erg lekker. Zeker een aanrader. Nu terug naar het hotel. Vond jij het lekker, Margarita? Ja. En hoe lekker was het? Ik zou het een 8 op 10 geven. 8 op 10? Ja. Mee eens. Oh ja, ja. Het toetje was vooral lekker. Het Japanse ijs en zo. Ja, wow. Ik vind de Japanse en Koreaanse cultuur wel lekker, maar het is ook zo heel erg hype tegenwoordig. Zo'n hype. Dan vind ik, met hypes zit ik meestal van,
is een hype, ik keer me vanaf. Maar ik vind het wel heel erg leuk en interessant. Het was lekker. Dat is het belangrijkste. Ja, goedemorgen. Wij gaan vandaag terug naar huis. Misschien nog een kubuswoningje bezoeken. Die grote kubushuizen. Dat is ook wel eens een keer leuk om van binnen te zien. Sorry voor mijn niet-enthousiasme, want ik ben gewoon sinds vannacht gewoon heel erg ziek geworden. Ik heb fucking veel koppijn. Ik heb meerdere keren gekotst. Ik heb al mijn eten terug uitgekotst, al mijn drinken terug uitgekotst. En ook nog eens een keer een bloedneus gehad vannacht. Dus dat is ook heel erg leuk. Dus wij gaan eventjes kijken wat we nog kunnen doen. Maar of ik er zin in heb, ik weet het niet, want ik ben gewoon heel erg ziek. Dus ik wil gewoon zo snel mogelijk naar huis. Want dit is onze laatste dag in Rotterdam. Maar goed, we zullen zien. En dan nemen we nogmaals afscheid van onze kamer. Ja. Dag, Mokerte. Hm? Hm?